Voormalige zangeres Agnes Nagy, beter bekend als Sisa Aghi, is vandaag overleden. Nagy werd begin november 2019 onwel en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd een hersenbloeding vastgesteld. Ze raakte aan één zijde verlamd en werd opgenomen in het zorgcentrum Libi Makandra. Begin dit jaar hebben verschillende artiesten onder leiding van Cyril Lamesi een tribute to Sisa Aghi gehouden. En op die manier hebben ze geld ingezameld om haar medische kosten te helpen betalen. De befaamde artieste, die lid was van de formatie Aisashi, scoorde vele grote hits met als absolute uitschieter Faluma. De band kreeg voor deze song een gouden plaat. Het nummer Faluma kreeg internationale bekendheid nadat het was opgekocht door de Caribische band Square One en werd vertolkt door Allison Hynes. Sisa Aghi is 57 jaar geworden.